Ik ben vandaag in Groningen en ik ga een bezoekje brengen aan Lieke. Zij woont samen met haar vriend Onno in een tussenwoning in Nieuwbouwwijk De Hoogte. Ze hebben twee hele verschillende woonstijlen. Lieke houdt van kleurrijk en had het liefst het hele huis geel geverfd. Onno houdt van zwart-wit en die zag dat natuurlijk niet zitten. Ik ben benieuwd hoe ze die twee smaken gecombineerd hebben. Hey! Hey! Hoi! Lieke. Hoi! Kom verder! Yes! Lieke, we staan hier in een mooie, ruime, lichte nieuwbouwwoning. Waarom zijn jullie op deze woning gevallen? Het was vooral een praktische keuze, omdat we het huis heel tof vonden qua ligging. Het was mooi in de stad en het was allemaal nieuw. Maar ik zou toch eerder voor een jaren 30 woning kiezen. Toen was ik hier en toen dacht ik, ik zie hier toch best wel mogelijkheden. En voordat we hier waren, toen hadden we eigenlijk al best wel een beetje de inrichting bedacht. En nu hebben jullie dus heel verschillende woonstijlen. Jij bent echt van de kleuren. Geel is jouw favoriete kleur en Onno het liefst zwart-wit. Hoe hebben jullie dat nou gecombineerd? Moesten jullie veel compromissen sluiten? Nee, uiteindelijk niet veel compromissen gesloten, maar wel vooral gekeken van wat vinden beide ook tof en wat geeft ons hart zeg maar in. En je had het liefst het hele huis geel geverfd. Nu moesten jullie daarin wel een compromis sluiten. Ja. En nu heb je boven dus een gele lambrisering. Dat kreeg je wel voor elkaar. Nou, de slaapkamer met de gele lambrisering. Wat vind je nou zo mooi aan geel? Geel is gewoon echt mijn favoriete kleur, omdat het heel vrolijk is en het straalt altijd, zeg maar. En ik vind het gewoon een hele typerende kleur, dus dat maakt ook wel dat ik altijd wel fan van ben geweest. Ja. Nu heb je hier dus een gele muur. Op een logeerkamer heb je nog een confetti muur. Dus ja. Daar wilde ik ook even gaan kijken. Ja, is goed. Hier dus de confetti muur. En een bijzonder gordijn. Ja, dit heeft mijn beste vriendin gemaakt voor onze bruiloft als zijnde backdrop voor foto's. En ik vond hem eigenlijk zo tof dat ik er een soort van gordijn van heb gemaakt. Nou, jullie wonen hier nu zo'n 2 jaar. En wat maakt volgens jou nou van een huis een thuis? Nou, dat het vooral heel eigen voelt. Dus dat je er ook echt karakters in terug kunt laten zien. En dat je daar ook wel reacties van krijgt van mensen. Dus dat ze zeggen, dat is echt typisch iets van jou of typisch iets van Onno. Dus dat maakt dan ook wel dat ik denk, dat maakt ook wel dat het sfeer krijgt en ook wel persoonlijkheid heeft. Maar ook foto's vind ik heel belangrijk. Dus dat maakt ook wel dat je eigen dingen er weer in terugkomen. Nou, hey. Lieke, hartstikke leuk dat we even een kijkje mochten nemen. Tuurlijk. In je huis. En veel woonplezier gedaan. Dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi. Doei.